William, je bent eens te gast na een overwinning en dat nog eens tegen een van onze grootste rivalen. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, zeker en vast. Ik heb een beetje minder stem wel dan anders, omdat ik gisteren natuurlijk wel luider geroepen heb, nog meer. Gezien dat we toch een beetje konden lachen met de tegenstander na een deugddoende 2-0 zege. Dus blij dat ik er nog eens bij ben. En het bijgeloof waar ik die eerste 3 matchen niet meedoen aan de podcast, in de hoop dat we dan toch elke keer zouden de 3 punten pakken. Maar goed, kijk, het is dan anders gelopen dan dat we wilden. Maar ik ben blij dat ik er nog eens te gast ben bij jullie. Ja, zoals een echte topvoetballer dus je momenten uitkiezen. Over de overwinning tegen Antwerpen en nog zoveel meer. Vandaag in de Klokke Podcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. En Sobbel. En de Vanaken. Ja, de goal. De gelijkmaker van Club Brugge, uitstekend uit de voetbal. Hans Vanaken maakt gelijk na 26 minuten. En wie dat er ook terug is van nooit weg geweest, Nico Verhalen. Is jouw eerste aflevering van de playoffs, of heb je er al eentje op zitten? De live zeker. De live. Bij Matthias thuis, ja, na de verliesmatch tegen Genk hebben we ook gedaan. Toen iets minder, met een gunstig resultaat. Dus ook blij dat we nu een keer na een overwinning erbij kunnen zijn. Ja, ik ging net vragen, je hebt ook wel een mooie zonnige zondag erop zitten in de Oosttribune, ja. Denk ik. Ja, het is een mooie zondag en ik hoop dat er toch nog een paar hopelijk zo volgen. En vooral volgend jaar dat we er wat meer te zien krijgen. Ja, nee, dat hoop ik ook absoluut. Ja, William, het was een beetje misschien wel de laatste match van het seizoen dat er echt iets toe doet. Allee, toe deed voor de supporters dan voornamelijk. Het zijn natuurlijk wel nog 2 wedstrijden, maar ja, die tegen Antwerpen. En het feit dat zij op een zucht van die eerste titel in meer dan 60 jaar staan, ja, dan hadden we toch wel zoiets van not in our ground. Hè. En gelukkig was dat ook te zien op het veld. Ja, het is inderdaad zo dat wij die play-offs al snel konden opbergen, de titeldroom. En dan restte er voor ons als supporters maar één ding. Is die 2 wedstrijden, die dubbele confrontatie met Antwerpen. En dan was het vooral belangrijk om Antwerpen niet 6-6 te laten pakken. En ik denk dat we op Antwerpen eigenlijk altijd moeten naar huis gaan met 1 of 3 punten. En dat doen we dan niet, waardoor dat we eigenlijk gisteren als supporters nog eens extra stevig stonden. De spelersbus werd nog eens onthaald om hun duidelijk te maken dat we niet wilden dat Antwerpen iets kwam pakken hier. En de sfeer was ook wel, in tegenstelling tot de match tegen Union, waar het heel gelaten en rustig was, was het nu wel terug zoals het hoort te zijn. Hè? Ook al hebben we niet echt nog iets om voor te spelen. En dat was wel leuk, omdat het ook een zonnige namiddag was. En we hadden er nog een keer zin in. En de tegenstander, ja, die haalt altijd wel het beste in ons naar boven. Hè. Dat zeker Antwerpen, dat de laatste jaren toch weer met een beetje arrogantie iedere keer komt van wij zijn de gasten van de stad en we gaan een keer tonen aan de boeren hoe dat zit. Dus nee, het was al bij al een leuke namiddag voor ons. Ja, nee, absoluut. Nico, je was er ook bij. De tribunes in de fik, zoals ze zeggen, maar het was wel een beetje letterlijk in het begin van die wedstrijd, want ik denk vlak bij jou dat er echt een bender in de fik ging. Ja, ik denk dat ze 313 zal geweest zijn, dat er zo ineens een Antwerp-vlag tevoorschijn kwam. En die werd dan vakkundig in de fik gestoken. En ik dacht, ja, nu gaan de Antwerp-supporters weer in de netten gaan hangen. Het zal waarschijnlijk weer niet lang duren. Dat was al goed om hen direct op hun paard te krijgen. Dus ja, er was zeker genoeg animo, denk ik. Eerst met de busopwachting, dan de vlag in de fik en een gevoel ook bij de supporters dat het publiek er nog eens gelijk vanuit ging achterstaan. En dan is Club wel op zijn best, dus dat was wel een voorbode voor een mooie namiddag. Ja, die vlag in de fik, Nico, het is natuurlijk wel... het zorgt wel dat het publiek ook echt wel in hang schiet, want het toont wel een beetje de haat. Langs de andere kant, het is wel niet ongevaarlijk. Zo'n banner in de fik vliegt, de rookpluim die daaruit kwam, ik zou hem niet veel in de gaten hebben. Nee. Dat is natuurlijk de mindere kant van het verhaal. Gelukkig vliegen er genoeg bekertjes bier door het stadion af en toe om het direct te blussen. Hè. Bier alleszins genoeg. Op Jan Breydel. Ja, William, ja, je hebt ook wel genoten van de sfeer, hè, denk ik. Het was zoals zei, nog iets van ouds. Ik vond ook een heel groot contrast met die thuismatch die we vlak voor het WK speelden tegen Antwerpen, waar we echt allemaal... Ja, een beetje teleurgesteld waren van de sfeer ook. Het was vandaag, of gisteren, toch wel een pak beter, hè? Ja, dat was inderdaad die thuismatch toen in november. Was het heel speciaal. Het was een beetje zo het begin van onze neerwaartse spiraal toen. En een van de laatste wedstrijden van Karel. En ja, ons publiek had er toen net na de kwalificatie voor de Champions League zo'n beetje een hautain, arrogante houding dat we eigenlijk nooit echt hebben. En toen die 2-2 tegen Antwerpen, ja, dat werd zo wat cool onthaald. Maar dus effectief, ja, ik denk dat we toen echt in een dip zaten, zowel spelers als supporters. En dat we gisteren nog eens samen, ook na de wedstrijd van vorige week, waar Antwerpen dan in de laatste minuut nog scoort, ja, dat we gisteren echt zoiets hadden van... we gaan er proberen het beste van te maken. En dat was wel leuk, inderdaad, want zo hoort het voor mij elke wedstrijd. Of dat dan nu tegen Eupen, tegen Antwerpen, of tegen Godbetert, Man City is. Ik vind, je moet er als supporter altijd staan. Dat je een keer een match mist, of dat je een keer een mindere dag hebt, omdat je de avond ervoor bent geweest. Kan ik begrijpen. Maar het stadion moet toch altijd op zijn minst een beetje kolken. Want daarvoor zijn we gekend. En daarvoor kwam de tegenstander ook niet graag naar Brugge. Omdat er die vijandige sfeer is, zowel naar spelers toe als supporters, als soms de scheidsrechter, en we kunnen daarin een rol spelen. En dat was dit seizoen misschien net niet genoeg het geval. En ik vond dat het gisteren op de een of andere manier wel terug een beetje erin kwam. En dat je dan ook een aantal spelers hebt die dat meteen oppikken. Hè. Een Noa, een Meijer, een Brandon. Mignolet kwam even zelfs een Noord opjutten voor de match. Dus op dat vlak was dat wel een goede wisselwerking met de ploeg die we misschien al even niet meer gezien hadden. Ja, naar sportieve dan, Nico. Geen Jutgla meer. Die is uit tot voor de rest van het seizoen. Dus dan maar starten met onze Oekraïense toptransfer van afgelopen zomer. Hè. Je zit de quotes nog vergeten bij toptransfer. Ja, ik denk dat dat de enigste grote vraagteken is. Ik denk dat er misschien bij sommigen wat twijfel was van gaat Odoi terugstarten of niet. Maar ik vond dat de formatie in Antwerpen meer dan geslaagd was met Odoi in de ploeg. Dus ik vond het logisch dat hij voor dezelfde formatie en veldbezetting koos. En ja, noodgedwongen was er één wissel. Jutgla die dan geblesseerd was uitgevallen. Ja... Achteraf gezien was het misschien niet de betere keuze, maar ik snapte wel dat je Jaremchuk nog eens de kans gaf. Ook omdat hij kon toch met minder druk spelen in principe. Gezien de titelstrijd al verloren was. En hij kon zich misschien zo nog een keer bewijzen, nog eens de harten winnen van de clubfans. En ook na de kritiek van sommigen, gelijk Gert Verheyen zei ook, ja, Vermand voor zo'n wedstrijd tegen Antwerpen, tegen een Alderweireld, tegen een Pancho, is hij nog te plat, zei Verheyen. En ja, ergens was dat ook niet helemaal onwaar, denk ik. Dus ik snapte vooraf wel ergens de keuze voor Jaremchuk van die nog eens een kans te geven. Alleen ja, het is een beetje anders uitgedraaid voorin, denk ik. Ja, de eerste helft, William, was nog... die werd gewoon niet veel aangespeeld, Jaremchuk. De tweede helft was plots... Ja, niks lukte nog, hè. Echt, letterlijk geen bal controleren niet meer. Lukte zelf niet meer. Ja. Het is toch gewoon in het kopken, hè. Ik volg Nico. Ik heb ook gezegd voor de match, start maar met Jaremchuk. Ja. Ik bedoel, hij is er. Hij heeft geld gekost. Er is geen druk meer voor de titel te pakken, dus laat hem maar spelen. En dat geldt in mijn ogen ook voor de komende matchen. Maar goed, dat is dan weer gezien die situatie van gisteren, waarbij dat hij eigenlijk het flagrantste moment was net na de 1-0. De schwung zat erin op de tribunes. Onyedika, denk ik, verovert de bal net voor de 16 van Antwerpen. En Lang kan eigenlijk 3-4 opties aan en kiest om Jaremchuk aan te spelen, die toch redelijk vrij staat in of op de rand van de 16 van Antwerpen. En je ziet gewoon dat hij op dat moment totaal van paniek niet weet wat hij met die bal moet doen. Die springt van zijn voet, van zijn linkervoet naar zijn rechtervoet en dan over de achterlijn. En ja, dan beginnen natuurlijk weer een aantal fans. Ja, ik vloek ook een keer op zo'n moment, maar om dan te beginnen fluiten of ze zeggen van godverdomme, of ja, dat wisselgebaar. Ja, ik vind dat zo debiel. Sorry dat ik het zeg, dat woord, maar ik vind dat echt onder alles als supporter dat je dat begint te doen. Dat je een keer vloekt of dat je zegt dat je buurman, dat een diening kan er niks van. Tot daar aan toe. Maar dat je het gewoon duidelijk maakt aan een eigen speler, dat vind ik heel stom. En het is ook gewoon kapitaalsvernietiging, hè? Want die gast is er, die heeft geld gekost, dus eigenlijk moet je die steunen. Want die kreeg ook direct een handgeklap van zowel Noah als Rik, de trainer, en dan Rik De Mil. Ja, en dan daarna nog 2-3 controles die totaal mislukten. En ja, dan vroeg hij zelf zijn wissel aan. En ik denk dat De Mil zelfs niet meer wou hem overtuigen. Was echt direct Vermand roepen. En jammer, want het is de zoveelste keer dat hij eigenlijk bij wijze van spreken een klap krijgt. En dat je als supporter zegt van ja, bon, nu is het gewoon die jongen vakantie geven en psychologisch begeleiden. En misschien een nieuwe trainer hebben die vanaf de voorbereiding er 100% op inpraat en mee aan de slag gaat. Ja, want, ja Nico, ja, het is, ik vind ook, ik volg William maar volledig daarin ook. Ik vind, je mag wel een keer vloeken op een speler als die, die controle deed na die 1-0. Dat was echt van godverdomme, want ja, controleert hij hem goed, kan hij hem ook gewoon binnenschieten. Hè? Dan is het 2-0 in 3 minuten tijd, of nog niet. Maar dat fluitconcert, ja, er zat een maat van mij naast mij, die geen club van is, maar die wel nog een keer mee wou naar de voetbal. Ik had het ticket over, gelukkig voor hem. En ja, die zei ook van, ja, dat fluiten erop, ja, dat werkt gewoon averechts. Hè, want het maakt het allemaal nog erger. Hè, want stel je maar een keer in de plaats van Jaremchuk, ja, een controle, je zit al niet goed in je vel, de controle aan missen, dus je vertrouwen weg. En als dan nog een keer het publiek gaat fluiten, ja, dan is het is helemaal bal, hè, dan. Ja, een van de belangrijkste zaken, zeker bij een spits, is het zelfvertrouwen. Hè? Niet alleen afwerken van voor doel, maar ook in de gewone acties, een bal kaatsen, een keer wegdraaien van de man. Dat is heel veel met zelfvertrouwen te maken. En ja, door erop te fluiten, dat is niet de manier waarom we hem uit de hele diepe put gaan wegkrijgen. Ja, en surtout, het was 1-0 op dat moment ook. Hè? Ja, en ik had eigenlijk een beetje gehoopt met Rik De Mil als coach, die volgens mij toch wel iemand is die vaak met de spelers spreekt en een goede band wil hebben met de meeste spelers, plus dan nog eens een mental coach erbij, had ik toch een beetje gehoopt dat we een iets andere Jaremchuk zouden te zien krijgen. Maar ik denk dat het eerst bepaalde dingen op het veld moeten gaan lukken, want ja, het komt gewoon geen verbetering in tegendeel. En als je dan het interview hoort van Rik De Mil, die dan zegt, ja kijk, ik heb gewoon beslist op basis van wat ik op training gezien heb. De honger was er bij Jaremchuk. Vorige week was hij nog geblesseerd. Maar hij is nu fit, hij heeft goed getraind. Ja, dan vind ik het wel... Ja, is het vreemd? Klopt dat dan wel wat hij zegt? Of heeft hij echt goed getraind, maar... Is die gewoon zo een stressfactor? Is dat tijdens een match op het veld staat dat er niks meer lukt? Ik weet het niet. Maar ja, ik denk dat iedereen binnen club hoopt dat er toch nog uit die hele diepe put geraakt. Maar ja, ik begin toch een beetje te vrezen dat we hem voorgoed kwijt gaan zijn, eerlijk gezegd. Ja, ik weet het. Ik vind nog koffie te kijken. Ik zou maar sinds nog zeker de kans geven... Zeker, ja. Volgend seizoen, dat zou ik wel doen. Wie dat wel opnieuw in de ploeg stond, William, net als vorige week, was Abakar Sylla. Excuseer. Abakar Sylla. Ja, die doet het wel weer geweldig. Hè? Heel goede wedstrijd weer, op Antwerpen eigenlijk ook. Ja, het is echt een beest. Hè? Zelf Vincent Janssen vindt er geen oplossing tegen. Sylla is inderdaad een van onze... absolute ruwe diamant. Nee, en ik zag op de social media van Club dat het een jaar geleden was dat hij voor de eerste keer speelde. En toen in die match tegen Anderlecht, waar dat we net kampioen geworden waren. Dus ja, als je ziet dat die gast eigenlijk een jaar geleden net de eerste keer mocht invallen. En waar dat hij nu staat, een jaar later, met inderdaad een aantal fantastische uitschieters in de Champions League. Ik herinner me nog die wedstrijd thuis tegen Leverkusen. waar het denk ik man van de match is, ook trofee krijgt. Hij scoort, ja. Effectief. En dan eigenlijk al die wedstrijden in de Champions League fenomenaal speelt. En als je dan ziet ook die twee wedstrijden nu, ja, dat is op Antwerpen valt hij uit, minuut 75, en draait eigenlijk de match echt in onze, tegen ons. En verliezen we nog, hè. Dus het is een speler die alles heeft om eigenlijk in een topcompetitie aan de slag te gaan. En dat gaat hij ook doen, hè. Dus als we nu zien hoe dat hij geëvolueerd is, en dat hij nog die stappen kan zetten elk jaar erbij, aan die leeftijd nu, ja, dan wordt hij de absolute topverdediger. Zeker vooral een linksvoetige centrale verdediger. Dat vind je niet. Hè? Dat hebben we zelf ook al een paar keer mogen ondervinden, dat je die niet gemakkelijk vindt. Dus nu is het alleen maar hopen dat er niet te veel scouts op de tribune zitten. Maar we hebben toch al links en rechts gehoord dat er wel wat ploegen geïnteresseerd zijn in hem. Dus ik zou zeker hopen dat hij nog een jaar bij ons blijft. En als reden daarvoor breng ik dan toch die paar keren aan dat hij kortsluiting had in zijn hoofd en rode kaart pakte. Dus ik denk dat hij zeker nog een jaar kan rijpen. Maar dat hij absoluut de wereldtop wordt, daar durf ik wel zeker en vast voor te tekenen nu. En ik wens het dan alleen maar toe, want ik denk wel dat dat ook gewoon een gast is die echt enkel met voetbal bezig is en niks anders. Ja, Nico, ik volg je op Twitter. En daarop was toch te lezen dat je er niet meer op rekent dat die volgend jaar nog bij ons zitten. Ja, nee. Als je hoort inderdaad, ze zijn vanuit Duitsland en Engeland aan zijn mouw aan het trekken. Dus ik vrees toch dat hij gaat weg zijn. En ik denk dat gisteren wel het moment zal geweest zijn dat er zeker wel scouts zullen aanwezig geweest zijn. Al dan niet voor hem, maar er zullen wel zeker geweest zijn in zo'n match. En ik denk, als je als scout gisteren niet de naam van Sylla hebt opgeschreven, ja, dat je toch beter een andere job gaat zoeken, denk ik. Want als je ziet, een spits van het kaliber van Vincent Janssen, die toch redelijk all-around is in vele zaken, ja, die zit gewoon in de zak van Sylla. En het is meer dan dat. Het is niet alleen puur verdedigend. Hij kan ook nog een keer uitvoetballen. Af en toe hou ik mijn hart wel een beetje vast daarbij. Ja. Maar het is wel altijd goed uitgedraaid. Gelijk Willem ook zegt, hij heeft alles om het te maken. Hè. Hij is sterk, hij is snel, hij kan met een bal overweg. Hij is linksvoetig, hij is jong, hij is al international. Hij heeft al geproefd van Champions League. Meer kun je bijna niet verwachten. Ik herinner me vorig jaar een Sokki spelen heel sterke play-offs. Die begon dan heel zwak aan het seizoen, die vertrok. En dan zeiden we, die linker centrale verdediger. Maar we hebben Sylla nog, die bij Club Next toch ook al toen een hele goede indruk liet, vond ik. Het is wel een hele sterke versie van een Sokki, denk ik. En ik denk dat hij qua carrière inderdaad... Ik weet niet dat hij veel limits gaat hebben. Als hij zijn kopje erbij houdt, dan zie ik die zeker in Engeland ook zeker slagen. Ja. Na de wedstrijd dan, William, eerste helft. Ja, een beetje maat voor niks is veel gezegd, maar het was nu niet echt een eerste helft waar ik warm van werd. Hè. Zowel langs Antwerpkant als langs Clubkant. Denk elk één kantje genoteerd. Rits op Buté en Janssen die overschiet, maar voor de rest... Ja, het was... moest wel op gang komen. Hè? Dat was wel zo'n typische wedstrijd die een doelpunt nodig had. Het was inderdaad matig. Matig tot saai. Eigenlijk echt saai. Antwerpen kwam eigenlijk een beetje meer vanuit een verdedigende stelling. Keek het zo aan, vond ik ook. Wat ik echt een beetje raar vond. Hè? Want zij zijn toch de ploeg die richting die titel zouden moeten gaan. En dus ik had eigenlijk een feller Antwerpen verwacht. Zeker na die boost van vorige week. Ik vond de eerste 5 à 10 minuten wel goed van club, onder impuls van Noah op de linkerflank met Meijer, dat we er een paar keer toch goed doorkwamen en dat we dan net niet die voorzet juist kregen, behalve dan één keer waar dat Sylla kon trappen ook, op voorzet van Noah. Maar inderdaad, ja, het was eigenlijk maar een saaie bedoeling en het was wachten op de goal, zoals hij zegt, om die match open te breken. En dus aan de rust zag ik Casper Nielsen opwarmen en ik veronderstelde dat hij ging komen voor Odoi. die toch geel had gekregen net voor rust bij een halve vliegende tackle. Maar het was dan toch voor Mata, die eigenlijk gewoon totaal niet fit was gebleken. Die eigenlijk ook al een heel seizoen een beetje sukkelt, zoals vele van onze spelers, met blessures, kleine kwaaltjes. Natuurlijk die horror-tackle van een van die bijnauwers van onze goede vrienden in de hele ronde heeft er niet aan geholpen. Maar goed, dus, na de rust kwam Nielsen op het middenveld mee en Odoi op de rechtsbak. En dat bracht op de een of andere manier toch wel een nieuwe schwung. De rest is twee keer Casper die eigenlijk, laat ons zeggen, van op de middenveldpositie het veld oversteekt. En twee keer heerlijk voor de Noordtribune de bal in goal deponeert. Dus leuk om voor de Noordtribune nog een keer twee zo'n goals te hebben tegen een rivaal. Ja, Nico, laten we misschien die eerste goal een keer een beetje ontleden. Ja, heel knappe goal van Club. Prachtig uitspeelt. Eindelijk ook nog eens, zoals William zei, ja, in de eerste helft heel vaak wel erover gaan Meijer en die voorzet kunnen trappen. Maar Bataille, Nico, ja, die zag wel wederom alle kleuren van de regenboog tegen Lang en Meijer. En eindelijk kwam het een keer goed uit en Nielsen. Ja, dat hij kan een goal maken, heeft hij wel vaak getoond, maar deze was wel heel lekker binnengeschoten, vond ik. Ja, het is ook geen verrassing dat het weer via onze linkerkant kwam. Dat is toch al heel lang dit jaar onze sterkste flank met Meijer en Lang, die die een perfecte match hebben. Want niet vergeten, Bataille had het inderdaad moeilijk, maar in de eerste helft was ook wel vaak Lang die Bataille gewoon die lopen. Dus aanvallend was Lang zeker meer dan degelijk, goed zelfs. Maar verdedigend had Bataille wel weinig moeite met Lang, want Lang liet hem altijd gewoon gaan. En Onyedika, die sloop dan altijd naar binnen. Dus op aanvallend vlak kon Bataille wel zijn ding doen, maar natuurlijk dan is er inderdaad wel ruimte in zijn rug ook geregeld. En bij die goal komt dat dan echt perfect uit. Die dieptepas van Lang, Meijer, die heel goed overzicht behoudt. En ja, als ik moet tekenen voor iemand die van op de 16 de bal kan binnenjassen, zou Casper Nielsen bij mij wel zeker in de top 3 staan. Want dat is wel degene met een perfecte trap, dat heeft hij ook wel een paar keer bewezen. En ja, de manier waarop hij die binnenknalt was echt een pegel van je welste. Mm-hmm. Dat kan hij toch wel nog altijd. Gelukkig dat Rits ook die bal laat, hè, want voor hetzelfde geld heel slim, probeert Rits die dan toch nog met zijn linksen of zo. Of als Rits niets doet, dan kan die verdediger van Antwerpen die bal eigenlijk wegdoen. Maar die wil de bal blokken, omdat hij denkt dat Rits gaat schieten. En dat vond ik wel ook goed van Mats. Dus eigenlijk alles aan die goal klopte. De voorassist van Noa was perfect. De strakke assist van Bjorn was perfect. En de, hoe noemen ze dat, fake doen, alsof dat hij ging trappen, maar dan toch de bal laten van Mats was ook perfect. En ja, binnen Janssen, dat was echt een poeier waar dat Buté geen verhaal op had. Dus effectief een zeer mooie goal. En op dat moment wel gekomen om die match open te breken, want die match was op zich ook nu niet dat die tweede helft van een fameus niveau was begonnen. Nee. En dan de tweede goal, William. Ik denk dat Richie de laatste achternaam moet veranderen. Ik denk dat Richie te laat moest zijn. Want die kwam al iets te laat op Casper Nielsen daar. Ja, Romeo Vermand was net ingevallen. En we hebben het er een beetje over gehad, over Romeo Vermand allemaal samen. Hè? Veel clubsupporters ook. Komt van Club Next direct naar de eerste ploeg. Een paar keer ingevallen, bijna elke match op rij. En ja, iedereen is er zo ook sarcastisch over van ja, jong gastje, we gaan nog zien wat dat gaat brengen. Mm-hmm. En effectief na die match op Antwerpen, waar hij op het einde misschien de foute keuze maakt om daar in de 16 van Antwerpen nog te dribbelen, in plaats van de bal terug te leggen op Vanaken of over de zijlijn te trappen, waardoor dat we die match dan binnenhalen. Hadden we zoiets van, die is nog te groen. Maar goed, gisteren komt hij dan voor een Jaremchuk en dat is dan direct zo'n Duracell-konijn, hè, achter elke bal aanlopen en... een paar keer zo proberen voorbij de tegenstander te geraken zonder dat het echt lukt, maar het publiek heeft dat wel graag en dat brengt wel iets. Toen me wat denken aan Kirkes in het begin, die had dat ook zo wat rennen en kieken zonder kop soms. Maar in deze fase doet hij het wel goed. Samen met Noah houd je daar eigenlijk een groot deel van de spelers van Antwerpen aan onze linkerkant aan de praat. Via een gelukje komt die bal dan wel in zijn voeten. En iedereen had gezien dat die bal naar rechts moest en dat daar de ruimte lag. Hij was misschien net iets te scherp, maar daardoor ook kon Nielsen perfect in één tijd over hoeks binnentrappen. En effectief, als je die goal vanuit de tribune zag, was dat wel echt een topgoal, omdat je die bal dan zo perfect ziet doorkomen. En Richie was te laat. En die mocht dan daarna ook gaan douchen, want die was geblesseerd. Dus 2-0. En toen leek die match wel gespeeld. Maar we hebben toch wel zowel de heenronde match als de match van vorige week in onze gedachten. Dus we moesten ook nog niet te vroeg victorie krijgen, want met Antwerpen zijn we nooit klaar tegenwoordig. Nee, absoluut niet. Misschien nog even teruggaan op Romeo Vermand. Nico, zelf een Toby Alderweireld, die had er onwaarschijnlijke moeite mee. Zo denken, die is 3 keer zo breed als hem, nog een kop groter. Maar die won gewoon duels ervan, hè, Vermand. Het was wel... Allee, zijn echt tonen, hè. Ja, zijn eerste baltoetsen waren wel direct goed. Ik herinner mij een lange bal van Miolet, waar Vermand die goed aanneemt, wegdraait, waar er nog een tweede Antwerp-verdediger bij komt staan, waar hij zich toch ook nog weet tussenuit te wurmen. Dus er waren een paar acties waar hij echt het heel goed tegen Alderweireld. En waar we toch allemaal redelijk met open ogen zaten te kijken van de Romeo is hem hier vol een bak aan het geven. En op dat moment had hem echt al veel meer betekend dan Jaremchuk op heel die tijd. En dan geeft hij ook nog een keer de assist voor de 2-0. Dus ja, ik denk, als je een speler wilt die moet invallen, dan is het deze wel de manier waarop dat je kunt indruk maken, denk ik. Mm-hmm. Nou, even terugkomen, William, ook op Richie. Niet echt de meest geliefde persoon, Jan Breydel. Dat is een beetje zacht uitgedrukt, toch? Maar dat heeft al wel hard te verduren. Dat is natuurlijk zo'n beetje typisch. Hoe zou ik het zeggen? In het profvoetbal is dat zo. Hè? Boegbeelden voor de ene supporters zijn meestal ook degenen die het minst graag gezien zijn bij de supporters van de rivaal. Dat was voor mij Ruud Vormer overal. Noa Lang overal. Jelle van Damme, was ook zo. Ja, bij ons Gert Verheyen, die werd ook overal uitgefloten. Het zijn boegbeelden voor de ene. Die zijn natuurlijk bij de andere dan niet de schacht. Hebben we jarenlang een haatrelatie mee gehad, om het zo te zeggen, al lachend. Proto, hè. Ja, dat hoort erbij. Ik vind dat wel grappig, want uiteindelijk is dat ook zo'n beetje haat-liefde, hè? Want moesten wij zo'n gast in onze ploeg hebben, dan zouden wij altijd ook wel tof vinden. En ik denk datzelfde dus met Noah, hè? Al die gasten die Noah uitfluiten, die zouden die liever hebben dan Noah bij hun speelt. Dus dat is zo wel een beetje, natuurlijk voor hem wel pijnlijk dat hij dan na een korte invalbeurt terug naar de kant moet. Maar goed, voor ons is dat natuurlijk extra leuk om daar nog een keer mee te lachen. Maar goed, dat hoort erbij, vind ik. Je hebt altijd zo van die gasten die ook extra tonen dat ze misschien minder voor club zouden zijn of club haten. In het geval van de Van Damme, die kwam dan af en toe een keer een bazooka gebaar door en zo bij ons. Ja, dan hoort het erbij dat wij die ook uitjouwen. En het is een beetje het spelletje van voetbal. En misschien kunnen we dan ook een brugje maken naar Noah, die iets later op de bal ging staan. Dat ik net doen. Voilà, dat is dan weer een beetje hetzelfde verhaal. Hè. Dat is... voor de bühne en dat zijn spelers die wat extravagant zijn, maar dat maakt het voetbal ook zo mooi. Hè? Ik bedoel, je hebt dan zakelijkere spelers zoals de Hans Vanaken, die gaan nooit een keer iemand uitdagen of zo, die spreekt enkel met zijn voeten. Maar dan heb je... Vanaken ga je niet op de bal zien staan. Die ga je niet op de bal zien staan. Maar dan heb je wel onze circusartiest Noah en die genoot natuurlijk, dat was 2-0 en ik bedoel, het hoort erbij. Als Tissoudali dat doet bij ons, vinden wij dat niet zo... grappig, hè, Nico? Maar nu konden we er wel weer lachen. Ja, maar ik moet zeggen, er zijn veel mensen die vergelijking maken, maar ik vind het wel nog een groot verschil of dat je zoiets doet in een thuismatch of in een uitmatch. Klopt. Want in een thuismatch, waar Noah deed het echt aan de spionkop, dat is puur het publiek entertainen. Ja. Dat is echt nog een keer, jullie komen voor mij naar het voetbal, ik geef jullie show. Tissoudali was echt, het was 0-3 voor haar agent op dat moment. Had hij daarvoor de Oosttribune dan nog een keer op die bal gaan staan? Dat vind ik iets anders als Noa dat doet op Antwerpen voor de spionkop als 0-2 staat voor ons. Ja, dat vind ik ook iedereen moet doen. Dus ik vind dat daar ergens wel die vergelijking niet 100% op gaat. Nico, wat vind je ervan? Moet dat kunnen, op een bal staan of niet? Ja, ik ben redelijk subjectief, want bij Tissoudali was ik aan het vloeken op Mechelen, omdat ik zei, wat verdomme, trapt die in tegen de grond. En als Lang dat doet, vind ik het dan geweldig. Dus erg subjectief is mijn mening daarin eigenlijk. Maar ja, ik vind wel dat het moet kunnen. Het is een zekere vorm van uitdagen. Maar het is ook niet dat er... uiteindelijk, hij doet niks. Ik heb veel minder problemen met zoiets dan dat je ineens ik weet niet hoeveel een tackle doet om iemand fysiek te blesseren. Of dat je dingen gaat gaan roepen, zoals racistische zaken, gelijk dat in Spanje nu bijvoorbeeld gebeurd zijn. Uiteindelijk, waarover gaat het? Even op een bal gaan staan. Weet je, ja... Het was ook heel kort. Kunnen dat nu ook niet doen, hè. Ja, het was echt zeer kort. Het was niet zo van, kom de bal maar pakken. En waarom wordt er zo'n spel van gemaakt? Ook omdat Toby Alderweireld erop reageert. Hè. Ja. Als die actie gewoon verder gaat, komt dat even misschien een klein stukje in de krant van Noa die op een bal staat, maar voor de rest wordt er waarschijnlijk niks van gezegd. Dus het was een beetje... Ik was al verschoten van Toby's reactie. Ik had hem wel matuurder en slimmer ingeschat dan dat hij daar op die manier op reageert heeft. Maar anderzijds waren we toch ook aan het zeggen in destijds met Mechelen van godverdekke, het zou bij mij niet waar zijn als ze dat bij mij zouden doen. Dus, ja, maar dan heb je vind ik een andere manier van doen en dan had ik gewoon in de volgende actie een keer een schop verkocht voor. En nu was het echt zo van, ik ga hier wat de marginaal, hè, want dan was het echt marginaal gaan afhangen en er zo wat naartoe lopen en zo wat direct brede borst. Ja, ik bedoel, als speler als Toby Alderweireld, dat je daarmee bezig gaat houden, dat vind ik wel echt belachelijk. En ik vond het eigenlijk ook belachelijk dat de ref zowel Lang als Alderweireld een gele kaart gaf, want in deze was het vooral Alderweireld die echt boel zocht. Ja, Noa reageerde wel, zo van, wat is het, vent? Maar ik vond het echt een beetje primair van Alderweireld om daar al zo in bezeten. En dat toont toch aan dat ze daar toch... hoe zou ik het zeggen, dat het toch een tik is die ze kregen, die wedstrijd. En dat ze toch even, ik ga niet zeggen paniek hebben nu, want ze kunnen bij winst thuis volgende week kampioen spelen. Maar je voelde toch dat ze zo, als de aanvoerder zoiets gaat doen, dan voel je toch, ik vind ook van hem dom, want hij pakt ook geel en ik weet niet hoeveel gele kaart dat heeft. Ja. Maar goed, voor hetzelfde geld miste hij aan de laatste match op Genk, waar ze nog moeten gaan winnen. Dus ja, ik bedoel, Toby was altijd wel iemand die, denk ik, respect had voor de tegenstanders, maar goed, een keer dat hij bij FC Marginaal komt spelen, komt dat ook naar boven blijkbaar, dus ja. Nou goed, Noa, die pakt dan geel en die is ook geschorst nu voor de laatste match van de... Ja, dat is al jammer. Tegen Genk. Ja. En je voelde wel dat hij dat dan wist, want dan op een bepaald moment begonnen we zo wat te zingen, hè. Iedereen is bang van Noa Lang en dan zong eigenlijk sinds lang nog ook heel het stadion mee en dan, dat vond hij leuk, hè. De handjes wapperen en de keer klappen en iedereen kijken en al die tribunes, hij vond dat fantastisch. Je ziet toch ook dat er een aantal medespelers op zo'n moment zo denken van maar goed, dat is zo en we gaan hem missen, want ik denk wel dat hij nu dat het seizoen weg is en we gaan hem zeker missen, want brengt wel wat extra vuur en pigment zo'n gasten. Ja, dat is exact de speler dat we net zeiden van de Laat. Heerlijk om in je ploeg te hebben, maar vreselijk als tegenstander. Maar Nico, het was wellicht zijn laatste kunstje op Jan Breydel. Hè. Die keer op de bal gaan staan. Het typeert ook wel Noa Lang als mens en als voetballer. Dat dan net zijn laatste kuntje op Jan Breydel was. Hè. En behalve dan ook nog een keer het Antwerpvak een beetje gaan uitdagen. In de ereronde, nog een keer de 2-0 tonen. Een keer de Pipo... Dingen op zijn neus doen. Het was echt Noa ten voeten uit. Hè. Ja, ik ga hem ook heel erg missen. En, het is echt een balkunstenaar die gewoon graag wil voetballen. En die niet altijd waarschijnlijk zijn defensieve taken perfect volgt. Tegen Antwerpen was dat niet zo. Op Antwerpen, op Genk ook iets minder, maar je ziet gewoon dat hij gelukkig is als hij de bal in zijn voeten krijgt, dat hij wil laten zien, vooral ook aan het publiek, hoe graag hij voetbalt. Het is ook de speler die, denk ik, het meeste moeite doet om geliefd te zijn bij het publiek, die echt zo die een band probeert te creëren met de supporters. Je ziet dat ook al aan de manier waarop dat hem zo altijd zijn ronde doet na de match, zo'n beetje achter de groep als laatste zo een beetje kijken van, allee, kom, zing een keer voor mij. Dus hij geniet daar echt heel hard van en ja, wij gaan daar natuurlijk ook heel graag in mee, omdat we ook zijn kwaliteiten zien. En ja, ik denk dat ik het ook direct stuurde na die gele kaart van dat we de volgende match ging missen. En dat ik toen ook zei van ik vrees dat het wel de laatste keer zou kunnen geweest zijn dat we hem in Jan Breydel gezien hebben. Ja, ja. Dus natuurlijk wel de vraag waar dat gaat terechtkomen. Hè? Bij ons is hij een beetje de cultspeler, de held en ook bij wijze van spreken de beste speler gebleken de laatste 3 jaar. Natuurlijk, de vraag is waar het straks... hij doet veel voor zichzelf, hè, zoals hij zegt. Hij weet bewust wanneer dat hij een keer moet de groep verlaten. Hè, dan die graffiti tegen Gent en zo. Dus hij weet wel perfect het publiek te bespelen. Maar als hij straks in een ploeg als Leeds of Aston Villa gaat spelen... Ja, in Engeland lachen ze niet te veel met zo'n fratsen. En als je dan ook niet de sterspeler bent in die teams... Ja, in hoeverre gaat hij dan... zich kunnen manifesteren. Hè. We hebben het gezien met Dennis, dat was ook wel zo'n gast. Die zit braaf op de bank bij Nottingham. Dus ik wens het hem toe om een mooie club te hebben en dat hij ook misschien iets matuurder wordt en die fratsen af en toe wel een keer wat achterwege laat, want anders wordt het ook voor hem moeilijk, vrees ik, om echt een zotte carrière uit te bouwen als hij zich niet toch op een of andere manier kan concentreren op het voetbal en zoveel mogelijk op het voetbal en niet te veel op randzaken, want zoals hij zegt op Genk toen, dat was die eerste match, hij had ook de dag ervoor die leeuwen gepost, Club Brugge ging een keer iedereen inhalen, maar dat was ook een beetje de match waar dat hij zijn tegenstander liet lopen en we 1 of 2 tegengoals krijgen op zijn kap. Dus ik hoop dat hij een mooie transfer kan maken, dat we er... ook, maar dat we er in de toekomst effectief nog van kunnen genieten, dat hij op het Europese toneel zich kan laten gelden en dat hij niet afdrijft omdat hij iets te veel de maloot uithangt, om het zo te zeggen. Want het zou mooi zijn dat hij een grote carrière maakt, zoals de Perisic of de Bakka. Dat zou mooi zijn, zowel voor de club als voor hemzelf. Ja, Nico, en Lang is nog niet helemaal weg. Of zijn vervanger, die zat al in de tribunes. Skoras was aanwezig, had nog... 2 assistjes gegeven dit weekend met Lech Poznan. Ja, klopt. Dus ook al een keer kunnen proeven van Jan Breydel. Ja, ik denk dat hij qua sfeer in dat geval dan toch de goede match heeft uitgekozen. Ik denk dat hij wel zal tevreden geweest zijn met wat hij zal gezien hebben in het publiek. Al weet ik natuurlijk niet wat hem gewoon is in Poznan. Poznan is wel next level nog. Dus dat is misschien nog van een ander kaliber, ik weet het niet. Maar ik denk wel... Allee, het is wel goed dat hij die match eruit gekozen heeft en niet de wedstrijd tegen Union bijvoorbeeld, waar er toch een beetje gelaten indruk was in het publiek. En nu was toch... Ja, het gevoel was toch helemaal anders, vond ik. En je zag ook, zowel bij spelers als bij het publiek, dat het een wedstrijd was die we absoluut wouden winnen. En... Ik denk dat Skoras toch wel positieve zaken zal gezien hebben ook. Misschien eerst en helft iets minder. Of veel minder misschien zelfs. Maar ik denk wel dat hij zal blij zijn met de overwinning en met de dingen die hij na de rust zal gezien hebben. Mm-hmm. William, we hebben geen AA-agentje gedaan, dus we hebben punten gehaald in de play-offs. Die hebben nooit een keer play-offs zonder punten of zonder overwinning gedaan. Alleszins. Is het seizoen zijnde nu voor jou toch een beetje gered met die overwinning van gisteren? Goh, ja en nee, het is moeilijk om te zeggen. We zijn de laatste jaren altijd kampioen gespeeld. De laatste 3 jaar, 3 keer op rij. We hebben toch serieus geïnvesteerd in onze ploeg. Dus ik had toch wel verwacht dat we tot de voorlaatste speeldag gingen meedoen voor de titel. En dat we dan eventueel 2e of 3e waren geëindigd. Daar had ik nog mee kunnen leven. Maar deze... match van gisteren was leuk omdat het de supporters van Antwerpen wat Janne was en omdat we ook hoopten dat Union bijvoorbeeld dan zou winnen tegen Genk. Die gelijke wedstrijd daar dan was toch een beetje een domper op de feestvreugde dan. Het maakt iets goed, maar ik vergeet niet alle alle miserie die we dit seizoen in de Belgische competitie en in de Belgische beker hebben meegemaakt, dat zit te vers in het geheugen. En ik besef ook dat we straks over dik 2 maanden onze eerste voorrondes moeten gaan spelen voor de Conference League. En als je nu 3 jaar op rij rechtstreeks de Champions League hebt gehad en dat gewoon was, en dat je zei van tot eind augustus rustig in de zetel afwachten in welke poelen we gaan eindigen. En dat je nu eigenlijk al begin juli uw naam ziet staan naast een ploeg uit de Faroe-eilanden of zo, zal wel even wennen zijn. Dus ik ben blij dat we gisteren nog een goede dag hebben gehad, ook omdat ik gewoon een leuke namiddag met de medefans en met de supporters sfeer gemaakt heb en de sfeergroepen en zo. Het was gewoon een leuke namiddag en veel blije gezichten. Maar dat wist nog niet het slechte seizoen uit, eerlijk gezegd. En ik hoop gewoon dat we nu... voor mij is het nu eigenlijk echt wel voorbij. Ik bedoel, we kunnen nog winnen van Genk. En oké, maar die hebben ook eigenlijk nu niks meer om voor te spelen, tenzij dat ze een mirakel hebben. En op Union, ja, als Antwerpen dit weekend niet wint van Union en dus nog geen kampioen is, dan heb ik eigenlijk geen zin om op Union een kampioensfeest te gaan verpesten. En dan dat eens schenken. Dus ik ga wel nog naar die match op Union, omdat dat hier om de hoek is. En ik vind dat fantastisch leuk om mijn club daar te zijn. En ik vind het ook leuk om nog eens een aantal spelers uit te wuiven. Bijvoorbeeld Noa dan. Maar die wedstrijd hoeft van mij niet gewonnen te worden, dat is duidelijk. Nee. Ik denk dat de clubfans nog eerder zou meevieren met de titel van Union dan die aan Antwerpen te gunnen. Maar nee, Nico, ja, al geluk dat we gisteren winnen, want stel je voor dat Antwerpen wel was komen winnen bij ons, ja, dan was het wel effectief van dat. Hè. Dat waren de rood-witten uit Deurne kampioen, hè. Ja, zeker. Ik denk het wel. Hè. Ja. Als ze gewonnen, dan was het prijs inderdaad, denk ik. Maar natuurlijk, dat wisten ze dan nog niet. Maar 2 punten voor. 3, hè? Was het al 3? Ja, dan hebben ze 3 punten. Nu staan ze gelijk met Union. Maar ze hadden het wel nog niet geweten. Nee. Nou, 10 was later geweest, hè? Maar dan waren ze al later op de avond kampioen. Ze hadden nog geen titelfeest gedaan bij ons, omdat ze de uitslag gelukkig nog niet wisten. Wat ook wel ergens een beetje waar is, wat Van Bommel ook zei, dat hij het ergens raar vindt dat die wedstrijden nu ook nog niet op hetzelfde moment worden gespeeld. Daar kon ik hem... Volgende week ook niet, hè? Nee, ook niet, want zij spelen om 1:30 en wij spelen om 6:30 zeker. Dat vind ik inderdaad wel, heeft daar wel een punt. En je ziet in alle competities dat wel het geval is. Dus dat is toch wel... vreemd, vind ik. Niet, zeker de laatste. Dat is niet overal het geval, hè? Want Dortmund speelde ook niet op hetzelfde moment als Bayern. Dus, nee, maar de laatste speeldag wel. Ja, okay. Maar, de laatste speeldag is wel waren de voorlaatste speeldagen altijd. Ja, de 2 laatste. Ja. Nu is het, want ik heb al eens naar volgend weekend gekeken en ik denk dat Duitsland allemaal hetzelfde is buiten in Italië niet, omdat daar ook de kampioen al bekend is. Ja. Maar waar er echt nog moet gestreden worden, daar is alles op zo'n moment, denk ik. En dat lijkt me ook het meest logische. Maar ja, inderdaad, geluk dat ze bij ons toch niet komen winnen zijn. Want we zijn nu 3 keer, het is toch wel toevallig dat we dit jaar 3 keren 2-0 zijn voorgekomen tegen Antwerpen. Dat is toch wel heel opvallend. Ja. Dat we dan eerst het laten terugkomen tot 2-2, dan tot 3-2. En ik ben blij dat we nu toch eindelijk die clean sheet hebben gehouden. En ik had ook wel het gevoel dat we het niet gingen weggeven gisteren. Helemaal anders dan op Antwerpen toen het 1-2 werd. We dachten van ja, we weten allemaal wat er nu gaat gebeuren. Maar gisteren heb ik eigenlijk nooit het gevoel gehad dat Antwerpen ons nog iets ging maken. Mm-hmm, ja, en al geluk dat blauw-zwart overwon. Een andere topic die deze week toch een aantal keer in de media is gekomen, ja, is die van onze nieuwe trainer, eventueel nieuwe trainer. De naam van Ronny Deila wordt heel fel genoemd, overal. Behalve bij de man zelf, William. De trainer van Standaard, dus die misschien onze nieuwe hoofdcoach wordt. Vind je dat raar dat hij er zelf... het zo hard ontkent dat er gesprekken aan de hand zijn, want iedereen weet dat het wel zo is. Hè? Goh, ik vind het vooral raar dat het eigenlijk zo'n paar dagen voor, of een paar weken voor het einde van het seizoen opeens wel lekt in de pers. We herinneren ons... Ja, Standaard heeft niks meer voor te spelen. Club maar we herinneren ons de match in Lissabon van Club, waar dat het na de wedstrijd duidelijk was dat Scott Parker ontslagen was en dat het volgens die journalist van het Nieuwsblad zeker was dat Schöder die zondag op de bank ging zitten. Nu krijg je ook weer zo'n artikel van de concurrerende krant, het laatste nieuws, die bij woorden van Thomas Taken zegt dat het bij wijze van spreken rond is. Ja, ik begrijp dat Deila, die nog straks de wedstrijd op Sclessin moet trainen, dat wil ontkennen ook, omdat hij die achterban van Standaard, we kennen ze als vurige supporters, hij heeft daar ook wel een zeer goede band mee gesmeed dit seizoen. En hij zal waarschijnlijk willen wachten tot na het seizoen om zoiets te beslissen of om zoiets mee te delen. Dus ja, ik hoop dat het niet een club is die dat gelekt heeft naar de pers. Want ja, anders beginnen we, of beginnen we misschien zelfs niet meer, op een valse noot. En dan denk ik dat we toch mee moeten oppassen dat niet gebeurd is. Ik hoop van niet. Ik heb niet veel matchen van Standaard gezien, behalve een paar keer. En ik heb toch de indruk dat het een man is die iets kan losmaken binnen een team. En ook iedereen daar rond meekrijgen. In dit geval ook de supporters. Zowel in de US als in Schotland kampioen geworden. Ik weet het niet. Dus het was vervelend voor hem dat de pers ermee kwam. En dat ook nog een keer op die persconferentie in Westerlo vroegen van hoe zit het nu? Maar goed, ik kon moeilijk zeggen, ja, ik ga naar club. Ik weet het niet. We zullen het de komende weken wel zien. Ik hoop dat we het snel gaan weten wie de trainer wordt, zodat we ons ook naar het nieuwe seizoen toe toch snel kunnen beginnen voorbereiden. Hè? Want een nieuwe trainer die brengt soms ook nieuwe assistenten en een boekje mee met potentiële spelers. Want ja, trainers kennen ook ex-spelers en zo. Dus als het bij deze Ronny Deila is, dan hoop ik dat het snel rond geraakt en dat we dat ook snel weten. Ik denk dat dat belangrijk is om dat echt voor begin juli te kunnen doen. Vorig jaar heeft dat ook wel zo wat aangesleept. En het zou goed zijn om snel te weten wie de nieuwe trainer wordt. Maar ik kan er mij niet over uitspreken of dat het een goede trainer is of niet. Ik durf ook niet te snel weer conclusies trekken na de voorbije 3 trainers die we gehad hebben. Ja, nee, dat klopt. Dat is heel goed. Nico, we weten allemaal dat... Het Matthias van de podcast hier, zijn dat de droom is dat Ronny Deila bij ons komt coachen. Heb je daar dezelfde mening over of ben je toch iets gematigder daarin? Zeker iets gematigder, want nat een droom is het bij mij nu niet echt bepaald. Maar het is ook niet dat ik er negatief tegenover sta, bijvoorbeeld. Ik denk wel dat hij effectief iets kan teweegbrengen. Je ziet ook dat hij, denk ik, wel echt een ploeg kan opnaaien tot en met... Ik herinner mij bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Antwerpen, waar denk ik na een kwartier of ik weet niet hoe lang dat duurde, maar dat ze al 3-0 voor stonden. Ja. En tegen ons was ook wel heel furieus gestart. Ook natuurlijk met die aanhang daarachter. Dus dat is bij ons nogmaals een oproep om dat ook volgend jaar meer te doen. Maar ik heb wel het gevoel dat hem zoiets kan, de spelers echt op scherp zetten. Dat gevoel heb ik wel. En zoals William zei, kampioen geworden in Amerika, ik denk New York City, dacht ik. En dan ook met Celtic ook nog eens kampioen geworden. En ik vind nu wel niet de moeilijkste competitie voor een titel te pakken. Nee, maar bon, ja, het staat toch gewoon op de CV. En ik vind toch ook, als je de kern ziet van Standaard, ik vind dat niet zo wauw. Dan vind ik dat hij toch wel zeer goed gedaan heeft met zo'n ploeg. Om een toch nog... want vergeet niet, ze zijn nog lang in de race geweest voor play-off 1 ook. Hè. Ja. Tot een paar spelers van het einde was nog Club, Gent of Standaard zelfs, kon ook nog. Hè. Dus mede doordat er veel ploegen punten verloren. Maar ik heb wel de indruk dat hij iets kan neerzetten bij een ploeg. Of het daarvoor ook onze gedroomde kandidaat is... Dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Ik weet het niet wat de andere kandidaten zijn. Maar ja, als ik eerlijk moet zijn en ik zou moeten kiezen tussen hem of Gerards, ja, dan denk ik dat ik toch iets meer neig naar Deila. Niet omdat ik hem liever heb, want ik heb natuurlijk als ex-clubspeler heb ik het meer voor Gerards. Maar ik weet niet, ik denk als trainer dat hij misschien op dit moment meer zou kunnen betekenen voor club. Ja, hetgeen dat ik vooral onthouden heb van Deila dit seizoen, want die is heel slecht is daarbij Standaard, maar ook niet vergeten. In het begin van het seizoen waren er zelf bepaalde podcasts die zijn Standaard gaan misschien ook moeten opletten voor niet bij de laatste drie te zitten dit seizoen. Nu, dat is wel redelijk krap weggegaan. Maar toch, heel moeilijke periodes. Kan zich heel goed opladen, of de ploeg toch heel goed opladen, vooral voor de topmatchen. Tegen ons, tegen Antwerpen. Ze hebben nog een, denk ik, tegen Anderlecht ook vrij vlotjes kunnen winnen. Dat was geen topmatch, hè? Ja, maar oké, toch. Bleef toch een klassico, hè? Desondanks. Maar wat ik dan ook wel herinner, is dat hij wel in de kleinere matchen naast wel vaak gestegen hebben. Van Serijn verloren, thuis van Kortrijk verloren. Ja. Dus het is wel een trainer met diepe dalen, maar hoge pieken. Dus ik vind dat toch altijd een beetje opletten. Soms heb je beter iets ertussen dat wat gematigder is, om in die end dan toch voor de prijzen te gaan. Dus, maar ja, of het Ronny Deila zal worden of niet, dat zal de komende weken wel duidelijk worden. Hopelijk snel. Dan, hopelijk snel inderdaad, want zoals William zei, binnen 2 maanden staan de Conference League voor ons al voor de deur. En dat is toch een competitie voor een keer dat we er een keer in zitten. Waarschijnlijk niet heel vaak gebeuren in onze geschiedenis. Zou ik er wel een keer optimaal gebruik van willen maken, want het is misschien wel een keer de moment om een keer echt te shinen in Europa en heel ver te geraken. Ja, dat is koffie te kijken natuurlijk. Ja. Eerst is er nog de voorlaatste speeldag van de play-offs. Komende zondag tegen Racing Genk. William, de kring is een beetje rond dit seizoen. Begonnen tegen Genk en eindigen tegen Genk thuis. Ik heb wel zo'n beetje het gevoel bij Genk, ze zijn nu wel echt een geslagen hond in play-off 1. Kunnen we ze denk je helemaal nog een keer tegen de canvas mappen zondag? Genk, het is... Zij worden altijd play-offs. Hè. Ze waren medebezielers van de play-offs. Wel, nu krijgen ze een keer een koekje van eigen deeg. Hè. Ze zijn als leider gestart aan de play-offs. En ze staan nu op plek 3. En het ziet er niet naar uit dat ze nog de titel of de tweede plek kunnen pakken. Dus effectief, ik denk dat ze daar toch wel een slag gekregen hebben na die verliesmatchen op Antwerpen en op Union. Ik heb wel het gevoel dat ze bij Club nu ook wel... na gisteren, dat we echt geen risico meer gaan nemen met spelers die al dan niet nog kwetsuren hebben. En ik denk niet dat we Mata of Jutgla nog gaan zien. Scovolsen, Boekennen en zo. Dus, ik zelf ben ook niet dit weekend. En ik heb zo, als ik zo rond mij hoor, ook het gevoel dat er niet veel clubsupporters nog echt interesse hebben in de match. Natuurlijk de laatste speeldag van het seizoen thuis, ook voor veel een match om nog een keer afscheid te nemen van spelers of de ploeg. Het kan een aangename wedstrijd worden, zoals dat het ook gewoon een saaie wedstrijd kan worden. Of, in hoeverre kunnen we nog een aantal spelers laten spelen die toch iets willen tonen. Ik denk aan Noosa, misschien toch dan deze keer met Vermand starten. Noosa in de plaats van Noa dan die geschorst is. Sylla die zich wel zal verder willen tonen voor een transfer te versieren. We zullen wel zien. Ik verwacht er eigenlijk niet heel veel van. En ik denk dat ook de wedstrijd op de middag iets meer aandacht zal krijgen. Waarbij dat ik hoop dat Union toch... al is het nog maar voor 1 speeldag, toch nog de titel bij Antwerpen kan, of de titeldroom van Antwerpen kan aan diggelen slaan. Maar we weten ook zelf, als je als ploeg die titelmatch in handen hebt, thuis dan nog, we hebben het ook gezien, Club de voorbije jaren, iedere keer heel lastige play-offs, met ook een aantal tegenslagen, maar dan uiteindelijk op die match dat we moeten winnen, stonden er altijd wel, zowel vorig jaar op Antwerpen als ervoor op Anderlecht toen. Dus ik vrees er een beetje voor dat, ondanks dat we ze gisteren toch een bolwassing hebben gegeven, dat ze toch de titel gaan pakken. En dan is het extra zuur dat die goal in minuut 97 van vorige week dan misschien wel de doorslag gaat geven. Maar goed, dat is nog even afwachten en effectief... hopen dat Club aan zijn thuispubliek, zijn trouw thuispubliek, nog een mooie laatste thuismatch kan gunnen. Dus moet ik al een prono geven? Of, Swits. Nog eventjes wachten. Je mag er al een keer over nadenken. Ja. Nog een leuk nieuwtje voor die wedstrijd, Nico. Is, we gaan een nieuwe shirt spelen. En niet zomaar shirts, hè? Ja, dat is die wedstrijd van dat de kinderen zelf hun shirts mochten ontwerpen. Had Club bekendgemaakt dat ze daarmee de laatste thuiswedstrijd gingen spelen met de winnaar daarvan. Dus ik ben benieuwd wat we te zien zullen krijgen. Maar ik verwacht er ook niet, ik weet niet wat van. Het is altijd leuk. Ja, dus het is een keer leuk, maar als ik denk aan de truitjes die we dit jaar hadden, vooral dat zwart, dan het zal moeilijk zijn om zoiets te evenaren natuurlijk. Ook al is dat zwart eigenlijk heel basic, maar dat vond ik echt prachtig. Dus ja, het is te hopen dat het nieuwe truitje ons kan geluk brengen dan tenminste. Dat zal mooi zijn. Het zal erop aankomen, denk ik, tegen Genk, van niet te veel stomme fouten te maken rond de 16. Want ik denk dat ze op stilstaande fases de laatste weken enorm gevaarlijk zijn weer. Steeds die McKenzie die daar kan inkoppen, Tresor die bal ligt waar hij wilt. Ja, dat is al. Dus ik vermoed dat de Milen wel zal inpeperen van niet te veel fouten te maken. Altijd maar het verschil maken in het veldspel, dat is veel minder bij Genk dan door het seizoen het geval geweest is. En ik denk als we er een beetje ons kopje bij houden, kunnen we dan misschien wel nog iets rapen. Maar het is natuurlijk, zoals Willem ook al zei, het is echt wel ongelooflijk wat een blessurelast dat we hebben. Als je ziet vooraan, je bent een Buchanan kwijt, je bent Scovolsen, Jutgla. Daar komt nu dan nog een keer Noa Lang bij, die geschorst is. Mata die allicht niet zal kunnen spelen. Ja, dat begint toch serieus. Het is een beetje het verhaal van ons seizoen eigenlijk. Hè. Het is, dus daardoor dat we volgens mij ook die titel niet gepakt hebben dit jaar, is dat we eigenlijk veel te veel verschillende basishelftallen hebben gehad. Als je ziet dat we zoveel spelers gebruikt hebben, eigenlijk ook gewoon puur omdat we op een bepaald moment niet meer wisten hoe of wat. Hè. Boyata die dan een keer centraal stond met Odoi. Een paar keer heeft natuurlijk zijn best gedaan om elke match 5 verschillende spelers... maar we hebben wel echt gewoon nooit bijna met dezelfde 11 kunnen spelen. Mata die dan lang gekwetst is, Rits die te lang gekwetst is geweest, Nielsen die niet topfit was, Noa Lang die even uit geweest is in het begin, Scovols bijna niet gezien, we kennen nu al even uit, Soa die dan opeens in de Champions League, ik weet niet wat hij gegeten had, fenomenaal was, om dan in de competitie niks. Jaremchuk, het verhaal kennen we. Boyata weten we ook dat hij totaal niet klaar is om nog topniveau te spelen. Ja, dan krijg je eigenlijk een seizoen waarbij dat je... Ik herinner mij die jaren dat we net voor die eerste titel met Vadis Odinja en Vasquez en Meunier, en die vielen dan ook altijd uit als het money time was. Je kan geen kampioen worden met een ploeg waarbij dat je elke week iemand anders mist door een blessure of door een domme rode kaart, zoals Sylla een paar keer heeft gehad. Ja. Je moet een heel seizoen lang kunnen spelen met spelers die hoppend op fit zijn, sterkhouders. En dat hebben we jammer genoeg dit seizoen te weinig meegemaakt. En dat is duidelijk te zien, ook nu in deze play-offs. En Jutgla die dan weer uitvalt. Jutgla heeft dat ook een paar keer gehad, dat hij dan goede wedstrijden speelde, dan weer uitviel, dan weer 3 weken niet. Dan, een speler die moet dan terug in dat ritme komen. En... dat lijkt allemaal zo gemakkelijk. Hè? Iemand die zo 4 weken oud is en dan terug in de kern. Ik zou ermee starten. Maar ja, dat gaat nu eenmaal niet. En, ik denk dat er op medisch vlak of toch op vlak van fysieke paraatheid toch ook het een en het ander misgelopen is dit seizoen aan Club, om dat te analyseren. Ja, plus dat er dan nog een paar van die slechte transfers gebeurd zijn, want dat viel toch ook enorm op de laatste weken, dat we plots geen kern meer hebben. Hè. Het was niet alleen de geblesseerden, maar dan spelers waarvan dat ze, die afgeschreven zijn. Denk maar aan een Boyata, aan een Soa, transfers die niks opleveren. En de laatste weken is het echt, je hebt de basis van Club en dan is er Club next. Hè. Ja. De invallers zijn altijd... Dus ja, de bank bestaat eigenlijk hoofdzakelijk nog maar uit de jongeren. De rest is ofwel geblesseerd, ofwel niet goed genoeg. Dus dat is toch ook wel een werkpuntje naar volgend jaar toe. Want ik ben wel voorstander van jeugd in te passen af en toe. Maar niet nooit gedwongen. Zoals op Antwerpen bijvoorbeeld, met 4 of met 5 tegelijk in zo'n wedstrijd. Want dan... daarvoor zijn die gewoon nog niet klaar. Hè. Dat is geen verwijt. Want dat is ook normaal, maar... ja, dat is niet de manier, zeker niet in de play-offs, waarop dat je matchen kunt winnen. Nee. Ja, William, je zei het net. Van de verschillende opstellingen van Scott Parker. Altijd verschillend. Het kan altijd erger. Ik heb gehoord dat de Allegri bij Juventus erin geslaagd is om 100 wedstrijden op rij nooit met dezelfde elf te spelen. Dus kijk, het kan altijd erger. Ja. Nou, Adjo Parker laat ons daar vooral niet te veel aan spiegelen. Aan de 150 geraakt zijn, denk ik. Dus, maar goed. Hier wordt het recordje gaan, denk ik. Ja. Alright, we gaan traditioneel afsluiten met de pronostiek. William, je hebt er al even over kunnen nadenken. Club Brugge tegen Genk, volgend weekend. Ik ga voor dezelfde uitslag als in de eerste wedstrijd van het seizoen. Die 3-2 toen. Ik denk dat we een open match gaan krijgen. Genk die al dan niet een mokerslag zal gekregen hebben als, na de uitslag van de wedstrijd om 13:00. En dus ik denk wel dat we zo'n open vizier match gaan krijgen, waarbij dat ze bij Club nog eens het publiek zullen willen verwennen, de laatste match. Jammer dat Noah er niet bij is, inderdaad. Dus ik denk 3-2. Die 3-2 toen in juli was een beetje tegen de gang van het spel in, en dat misschien nu ook wel weer het geval zal zijn. Maar goed, ik denk dat we toch het seizoen op een mooie noot moeten eindigen om de vele trouwe clubfans te bedanken. Ja. Nico? Ja, ik vrees een beetje dat we toch last gaan hebben van te veel afwezigen. Dus ik denk dat het eerder een gelijkspel gaat worden. En ik denk 1-1. Ja. Club Genk, altijd traditioneel. Veel doelpunten, dus een van de laatste matchen van het seizoen laten we een keer volledig overdrijven. 4-3 voor Club. En een compleet knosgekke spektakelmatch. 4 keer Jaremchuk dan, of wat? Ja. Zou die in de kern zitten? Denken jullie dat die in de kern gaan zitten? Ik denk dat ze die gewoon niet leren. Ja, in de kern wel. Ja, in de kern wel, denk ik. Hè? Ik heb echt het gevoel dat hij dat zelf niet meer zal willen. Maar goed, je moet toch een spits op. Allee, je moet toch iets. Of wat gaat hem doen? Perez toch niet op de bank zitten of zo. Er zal wel iemand op de spits moeten op de bank houden. Hè. Ik zou wel durven starten met Vermand Nusa van voor. Maar. Dan zijn we weer met niks bezig, natuurlijk. Ja, oké. Die gasten, het is ook een moment voor te tonen. Hè. Ja. Maar is het zo eigenlijk klaar in volgend seizoen? Of is die volledig afgeschreven? Nee. Volledig afgeschreven, denk ik. Ja. Ik kan misschien samen met Otasui op de catwalk gaan lopen ergens binnenkort. Als ze hem vinden, ja. Als ze hem vinden. Altijd gezochte Owen Otasui. Ja. Voilà. We zijn helemaal op het einde van deze aflevering gekomen. Nico, zien we jou nog terug dit seizoen? Goeie vraag. Misschien als we nog eens euforisch winnen. Kan ik er misschien nog een keer tussen maar je staat niet meer op de planning, denk ik. Ik denk het niet, maar ja. Je weet nooit dat er nog een schorsing of een kwetsuur komt dat je kunt inspringen. Hè? Of blessure, ja. Of als er iemand te veel kansen mist van ons in de aflevering, dat ik toch nog bij de selectie geraak. Ja, wel, we zullen het zien. William en mezelf ga je nog terug horen en zien in de laatste aflevering. Dus ook William, bedankt om erbij te zijn. Nico, als we je niet meer zien, heel bedankt ook om dit seizoen... deel uit te maken van de Klokke Podcast. Maar je bent er volgend jaar zeker ook nog terug bij. Hè? Het zal wel zijn. Voilà. Ik hoop dan wel dat het wat meer positieve afleveringen zullen worden dan dit seizoen. Okay. Maar het kan niet elk jaar natuurlijk. Het was het eerste seizoen voor ons zonder titel, dus kijk. Ja. Nu kunnen we terug voor 3 jaar titeltjes pakken. Laten we dat tot daarop. Dat ligt aan de nieuwelingen die geen geluk gebracht hebben. Hè, dank u om het er nog een keer extra in te schrijven. Maar William, het is toch een keertje, helemaal op het einde van het seizoen. Inderdaad. Ik herinner mij toch die eerste matchen waar we dan telkens verloren en dat ik dan zondag namiddag uitgeregend op Clissin en dan maandagavond zo. En hoe was het gisteren op Clissin? Ja, goed. Ik ben blij dat ik nu toch een keer... Maar goed, we hebben ook mooie momenten meegemaakt dit seizoen. De Champions League campagne nemen dus ons nooit meer af. Het is alleen jammer dat het contrast zo groot was en dat we straks eigenlijk moeten kijken naar een heel lelijke kampioen, in het geval dat Antwerpen dat zou worden. En dat ligt zwaar op mijn maag, dat we toch niet wat meer meewerk hebben geboden. Want het had eigenlijk wel gekund, want het was eigenlijk een seizoen waarin dat er niet echt veel ploegen er bovenuit staken en dat wij eigenlijk veel te veel punten beladen liggen. Dus ja. Jammer, maar goed. Het is nu zo. Up to the next. Yes. Bedankt Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Vergeet ons zeker ook niet te volgen op Facebook, nee, op Instagram, op Twitter. En volg ons ook op YouTube en Spotify. Zeker doen allemaal. Liken, delen, sharen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week, tot de voorlaatste aflevering van dit seizoen van